Een heel hartelijk welkom, u allen, hier in de Bethelkerk op Urk, op wat alweer de zesde woensdagmiddag is van het Zingen in de Zomer 2022. Om te beginnen heb ik een vraag. Wie van u is hier voor het eerst? Dat zijn aardig wat handen. En are there people here from abroad? From another country? You're from Scotland? Okay. Nou, wat wij doen op middagen als dit is vooral veel verzoeknummers. We hebben een boekje gekregen allemaal. En voordat we de boel gaan aftrappen, gaan we eerst eens twee nummers inzingen. En die nummers die komen uit het publiek. Ik loop eerst eens naar deze mevrouw toe. En welk nummer zou u graag willen zingen? Nummer 77. En zullen we dan de eerste twee coupletten doen? Oké, dat is nummer 77. En nou vind ik het ook wel leuk, omdat wij gasten hebben uit Schotland, om daarna te zingen nummer 51, Genade zo oneindig groot. Daar is ook een Engelse versie van, die melodie die kennen zij. Dus Jaap, heb je het gehoord?
U kunt het hoor. Applaus voor uzelf. Heel fijn. Wij zijn hier vanmiddag niet alleen. U hoorde zojuist al op het orgel onze vaste zinger in de zomer medewerker Jaap Kramer. Wat kan hij niet? Wat brult dat orgel toch lekker onder zijn handen. Ik word er altijd heel blij van. Maar we hebben ook vanmiddag een deel van het jonggemengd koor Emmanuel bij ons. We noemen dat het kleinkoor Emmanuel. Onder leiding van hun dirigent Harm Hoeven. Is Jorrit Wouter? Sorry, Jorrit. Jorrit is er vanmiddag. Ja, ik ben een vreemde, hè? Ik ken ze nog niet allemaal. We hebben Henny Pasterkamp, die voor ons een paar prachtige gedichten gaat voorlezen. En mijn naam is Pim en ik mag het allemaal aan elkaar praten. En ik wil vanmiddag ook met jullie nog even de schrift openen en daar eens even kort over nadenken. Want uiteindelijk gaat het in dit gebouw wel om Gods woord. Of we dat nu zingen of spreken. En daarom wil ik ook deze middag met u openen met gebed. Mag ik u voorgaan? Vader in de hemel, dank u wel dat u ons ook vanmiddag, op deze koelere middag, weer met zoveel bij elkaar hebt gebracht. En heren, dat we u vanmiddag de lof mogen toezingen. En heren, u weet, we zijn bij u in goede handen. U weet dat dat ons thema is deze zomer. En deze week spitsen we dat toe op uw genezende handen. Want heren, wij komen uit een moeilijke tijd. We hebben 2 jaar corona achter de rug. En wat hebben we allemaal niet meegemaakt? En toch mochten we weten dat al die tijd u erbij was. Dat u ons heeft willen dragen. En heren, daarvoor zijn we u dankbaar. Want wij verdienen het niet. Het is niet uit onszelf, maar allemaal uit genade. Om Jezus wil. Amen. En dan zou ik nu het koor willen vragen om zich zingend aan ons te introduceren. En zij gaan voor ons een 3-tal nummers zingen. Het koor bestaat trouwens dit jaar, als we de corona even niet meerekenen, 40 jaar. Al 40 jaar gaan zij zingend met ons door de woestijn. En het eerste nummer wat zij gaan zingen is Heer, ik kom tot u. En dat is een van de eerste nummers waar ze ooit mee begonnen zijn. Daarna zingen ze een Engelstalig nummer, The Prayer We Lead Us, Lord. En als derde, The Spirit of God. We gaan luisteren naar het kleinkoor Emmanuel.
Nou, als dit het kleinkoor is, wat moet dat vanavond worden? Wie, oh wie, heeft er nog een nummer uitgezocht? Ik zie daar een vinger. Ik wil u allemaal wel vragen, als u nou een nummer zoekt waar er wel 4 of 5 coupletten van in staan, geef me er dan 2. Nummer 35. En welke versen wilt u zingen? Ja, maar dan komen anderen niet aan de beurt. Ik kan ze gewoon niet zien. Het zijn er. Nou, dan doen we 1 en 4 van nummer 35, als ik maar weet. Ik ga nu een gedicht voor u voordragen. En ik weet niet hoe u hier gekomen bent. Misschien wel een fijne dagje uit. Misschien had u er veel zin in. Maar misschien zit u hier ook wel dat u met iemand meegekomen bent en dat u bij uzelf denkt, nou, eigenlijk zijn er mijn gedachten er helemaal niet bij. En dan heb ik er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in, maar ja, het was afgesproken. En nou, dan denk ik dat u hier juist hier moest zijn, dan is dit gedicht voor u. Leg maar steeds je hand in zijn hand. Als de dagen lang zijn en je 's nachts steeds uit je slaap ontwaakt, zo moe bent door verdriet en pijn, dat het je denken somber maakt. Als op het waarom geen antwoord komt en je soms wel op zou willen geven,
als je bidden dan verstond. Je naar de dag van morgen kijkt met angst en beven. Als je met lege ogen kijkt naar buiten, zonder eigenlijk iets te zien, hoor je toch ineens de vogels fluiten. Spreekt God zo tot ons misschien? Zo zegt God tot jou, houd moed. Ik heb je heus wel in de gaten. Ik ken je immers, o zo goed. Durf maar alles met mij te bepraten. Dan ben je niet meer zo alleen. Aan mijn hand gaan we samen verder. En al moet je dan door het donker heen, je bent veilig bij de goede herder. Dankjewel, Henny. Ik zie een hoop vingers. Zal ik eens een beetje naar achteren lopen? Meneer. Lied 15, Jaap. Ja, daar bezuinigen we niet op. Dat is een psalm. Op hele noten en niet te snel. Ik wil graag de schrift met u openen en ik doe dat in het evangelie van Lucas
hoofdstuk 17 vanaf vers 11. En dat is een verhaal wat gaat over de 10 melaatsen. En het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen 10 melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij God met luide stem verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: zijn niet de 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem: sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Over deze woorden wil ik zo even kort met u nadenken. En ondertussen ben ik heel benieuwd of er ook kinderen in de zaal zijn. Ik zie hier een jonge man zitten. En welk lied zou jij graag willen zingen? Welke? Lied 20? Lied 20. Gaan we dat samen zingen? Nou, dat was het perfecte nummertje. Dat past helemaal. Ik ga zo even kort over dat schriftgedeelte met u nadenken. En als ik dan amen heb gezegd, dan nodig ik het koor opnieuw uit. En die gaan dan opnieuw 3 nummers voor ons zingen. Als ik een kruis moet dragen, het Ave Verum Corpus en wat de toekomst brengen mogen, denk ik. En tijdens dat het koor voor ons gaat zingen, gaan we ook collecteren. Nou, 10 melaatse mannen roepen naar Jezus. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij trekt dwars door Galilea en Samaria. En hij komt 10 melaatse mannen tegen. Die komen naar hem toe, die blijven op een afstandje staan, verheffen hun stem en zeggen: Jezus, meester, ontferm u over ons. Nou, wie melaats is, in de Joodse traditie in ieder geval, die is onrein. En als je onrein bent, dan mag je niet de tempel in. Die mannen die weten wie Jezus is, want ze roepen hem bij zijn naam en ze noemen hem rabbi, meester. Ook houden ze afstand, want hij is heilig. En Jezus weet precies wat er aan de hand is en zijn antwoord op hun vraag is kort en krachtig. Ga heen en toon uzelf aan de priesters. Nou, dat heeft alleen zin
als je rein bent en dus genezen. De mannen zullen dus genezen nog voordat ze bij de priesters in het heiligdom aankomen. Maar dan, slechts één van de 10 mannen keert terug bij Jezus om hem te bedanken. En dat is notabene een vreemdeling, een Samaritaan. Ja, zodra deze man zag dat hij genezen was, keerde hij terug. Onderweg met luide stem God verheerlijkend. En die andere 9 mannen dan? Die nemen hun genezing blijkbaar voor lief. En ze vergeten God te bedanken voor zijn genade. Lichamelijk zijn ze dan misschien wel genezen, maar geestelijk zijn ze nog steeds melaats. Wat mij nou opviel in dit hele tekstgedeelte is het getalletje 10. En dat komt omdat de taal van de Bijbel, het Hebreeuws, kent helemaal geen getallen. Iedere letter van het Hebreeuwse alfabet, het Alef Beet, heeft een getalswaarde. En bij het getal 10 hoort de 10e letter van het Hebreeuwse Alef Beet. En die letter is de Jod. En iedere Hebreeuwse letter heeft op zichzelf ook een betekenis. En de letter Jod betekent letterlijk hand. Het getal 10 is ook het eerste getal van een nieuwe reeks. Met de Jod, deze eersteling, begint in feite een nieuw leven. Het is als een nieuwe geboorte. De Jod is te zien als de Alef, en dat is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, op een nieuw niveau. En die Alef, dat is eigenlijk ook zoiets. Hè, de eerste letter, als je die een beetje kent vanuit het Hebreeuws, dat is eigenlijk 2 keer een Jod. Een Jod is een soort van kommaatje. Eentje hier in de Alef, eentje daar in de Alef. En daartussen heb je de letter eigenlijk Waf. Dat is de 6e letter. Die staat voor de rechtopstaande mens, maar die ligt. Dus de eerste letter, ook wel de godsletter van het Hebreeuwse alfabet, zijn eigenlijk 2 jotjes, 2 handjes, waar een mens tussenin ligt. Zo begint het. En nu heb je alleen nog een jotje. Het nieuwe niveau is dan eigenlijk dat de jongvolwassene nu als een volwaardig lid van de samenleving geroepen wordt om een voortrekker te zijn, om een alef te zijn. En dat betekent uit het land van de onvrijheid, dat is Egypte, op weg naar het beloofde land. De eerste handeling op weg naar het land van de vrijheid die is dat men zich buigt onder de zegenende hand van Israëls God. Een hand die gestalte krijgt in de zegenende handen van ouders, oudsten en andere voortrekkers. Dan zie je weer die alef, die liggende mens in die 2 handjes. De handen van God, maar het zijn ook de handen van ouders en van ouderlingen in de gemeente en al die anderen die de samenleving moeten helpen opbouwen en die onze jonge mensen moeten laten opgroeien. De aartsvader Jacob, die zegende in Egypte zijn zonen en in hen alle kinderen van Israël. En dat deed hij met het oog op de toekomst. Eens komen er andere tijden. Eens komt aan al die maatschappelijke ellende, aan alle onrecht en vernedering een eind. De God van Abraham en Isaac, de altijd aanwezige, die zal u bevrijden. Houd goede moed. Door het woord Gods kon en kan Israël en kunnen ook wij volharden tot het einde. Maar deze hoopvolle uitspraken moeten wel in gedachtenis blijven en niet vergeten worden. De gesproken Gods woorden moeten voortdurend worden herhaald, opgezegd en opgezongen worden in gebeden, in liederen en in lofzeggingen. Waar niet gedankt wordt, daar sterft de hoop. Vervagen de beloftevolle woorden en slaat de toekomst dicht. Daarom moet met het oog op de uittocht uit het diensthuis niet alleen de hand, de Jod, omlaag, zegenend, maar ook omhoog. De opgeheven handen als teken van dankzegging en lofprijzing. Want wie dank zegt,
Wie God bedankt voor zijn belofte, trekt die belofte naar zich toe. Eigent ze zich toe. Wie looft, leeft. De hele betekenis van onze schriftlezing van vanmiddag ligt al besloten in dat ene, allerkleinste lettertje van het Hebreeuwse alefbeet. En van de 10 mannen heeft er slechts eentje, een Samaritaan, een vreemdeling, begrepen wat er werkelijk aan de hand was. Zijn geloof heeft hem behouden. Laten we daarvan zingen. Amen. Thank you.
Wie, oh wie? Ik kom naar u toe. Ik zag daar vingers. Even kijken. Mevrouw. Lied 43. 1 en 3. Lied 43. Vers 1 en 3. Voordat ik iets zeg, ik heb hier wel een gedicht in mijn schrift opgeschreven, maar die zijn niet van mijn hand hoor. Ik heb ze wel opgeschreven, maar van internet. Dus ik wil niet met eerige strijken. Maar er stond ook geen naam bij, dus ik kan de naam niet aan u doorgeven. Maar het lied dat we net zongen, die haven van rust. Ja, dan denk je, zo'n middagje zit je met elkaar in. Het moest nog wat langer duren. En het gedicht wat ik... Al voordat ik het opgezocht had, dat gaat er eigenlijk over. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar de omstandigheden waarin we leven, al hebben we het goed, maar ik heb soms het gevoel dat ik mezelf maar op laat jagen, ook door de media, door de mensen om me heen, alles wat tegen zit, alles wat duurder, en daar ga ik in mee. En dat wil ik niet. Ik wil... Niet mijn hand in zijn stoppen hoor, dat helemaal niet. Maar ik wil in die vrede blijven leven. De vrede met de Heere. En ik wil goed van hem spreken en niet van de situaties.
En daar gaat dit gedicht ook over. Geef mij vrede, trouwe heiland. Vrede met mijn weg en lot. Laat ik mijn leven veilig weten in de handen van mijn God. Moet ik met tegenheden strijden? Drukt het kruis mijn schouder neer? Geef mij vrede in uw wegen. Krachten om te dragen, Heer. Geef vertrouwen, lieve heiland. Maak mij in uw wegen stil. Heere, leer mij toch te voegen. Mijne wil naar uw wil. Breng weer vrede, rust en blijdschap in het ontroerig, morrend hart. Geef geloof dat ook de droefheid goed is. Heiligt gij de smart. Leer mij bij de dag te leven. Niet vooruit te willen zien. Leer mij dat ene streven, het bezorgd zijn te ontvlien. Laat ik berusten in uw wegen, stil zijn, waar en hoe gij leidt. Leer mij bij de dag te leven, het groot geheim der zaligheid. Dankjewel. Ik zie daar een... Jij wil zo graag. Nummer 60. De eerste twee coupletten. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Gaan we die nog even zingen? Thank you.
Wat gaat zo'n uurtje snel voorbij? Want ik zie dat we al de klok van 3 ruim gepasseerd hebben en we zijn nog helemaal niet klaar. Het is wat. Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint. Nou, als ik het zo hoor vanmiddag, dan wil de Heilige Geest wel werken in dit gebouw. Dat gevoel heb ik gewoon. Ik geniet hiervan en ik krijg hier energie van. En ik haal hier kracht uit om de rest van de dag en de week weer verder te kunnen. En ik hoop dat dat ook voor u geldt, want daarvoor zijn we hier samen. Zullen we samen de Heer danken voor deze middag. Lieve Vader in de hemel, aan het begin van dit uur vroegen we u of u erbij wilde zijn. En Heere, u bent erbij, u was erbij en u zal erbij zijn. Heere, het is uw geest die ons doet zingen. En we willen u daarvoor danken. Heere, dank u wel dat u ook zoveel talenten naar dit gebouw heeft toegebracht. Dank u wel voor het koor, voor het pianospelen, het dirigeren, het orgelspelen. Heere, dat we dat allemaal met elkaar mogen meemaken. En Heere, we willen u ook bedanken voor het hele team van Zingen in de Zomer. De mensen die dit allemaal mogelijk maken. De mensen van het geluid, de kosters, de organisatie. Er komt veel bij kijken, Heere, u weet het. En u heeft dit werk allemaal willen zegenen. En niet omdat wij dat nou verdienen, maar omdat u het wilt, uit genade, om Jezus wil. Dank u wel. Amen. Het koor wil nog met ons zingen het nummer Ik zal er zijn. Dat nummer dat staat ook in uw boekje, als lied nummer 71. En het verzoek is of wij mee willen zingen vanaf vers 5. Daarna heeft het koor nog een toegift. En dan wil ik graag afsluiten door samen lied 5 te zingen. Psalm 68, vers 10. En dat graag staande. En dan kunnen we daarna naar huis. Wat een kostbaar geheim.